Hallo allemaal en welkom terug bij The Walking Dead seizoen 2. We hebben net allerlei dingetjes gevonden zodat ik eindelijk iets aan mijn arm kan doen, want mijn arm is niet helemaal goed op dit moment natuurlijk. Hopelijk kunnen we dat natuurlijk goed zelf doen, zonder dat we daar een dokter bij nodig hebben, want het lijkt me niet fijn om zelf te doen, moet ik heel eerlijk toegeven. Dat lijkt me helemaal niet fijn. Het ziet ook niet echt gezond uit, moet ik toegeven. This is gonna suck. Ja, het gaat niet fijn zijn. Dat is... Allereerst moeten we natuurlijk eerst even schoonmaken. Dat allereerst. Lekker eroverheen gieten. Zo. Dat is niet fijn. Oeh, ouch. Mijn arm daarin doen. Dat kan. Maar dat lijkt me niet heel. Ook lijkt me ook niet echt fijn, moet ik eerlijk toegeven. Maar het kan slim zijn. Nu het leuk, inderdaad. We pakken de naald. En de draad. En we beginnen maar lekker in mijn arm te naaien. Wat kan er fout gaan? Ik zeg even serieus, dames en heren. Wat kan er op dit moment nog fout gaan? Just like last time. Just how Crystal showed me. Leuk dat ik gewend ben hoe ik dit moet doen trouwens. Oeh, dat is niet fijn, denk ik. Dat is helemaal niet fijn, dames en heren. Oké, en doortrekken. Je kan het, Clementine. Ouch. Oeh. Oeh. Dat moet niet fijn zijn, dames en heren. Dat moet helemaal niet fijn zijn. En toen naar links gaan natuurlijk. Oh, oké, we zijn daar al. En hoppakee, er doorheen. Je kan het, Clementine. Je kan het. You go, girl. You go, girl. Girl. En even doortrekken. Goed zo, perfect. Alleen is de vraag nou, als ik nou morgen nog leef, wat me wel lijkt, moet ik eerlijk toegeven. Wat gaat er dan gebeuren als ze zien dat ik dat al zelf heb gedaan? Dan zien ze dat ik al heb ingebroken en alles. Oké. Doortrekken, Clementine. Even doortrekken. Oeh. Dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Volgens mij als je die audio daar afhaalt en je luistert alleen maar naar van even doortrekken, Clementine, je hoort dat geluid. Kan het nog wel eens een keer verkeerd overkomen? Kan het wel eens een keer verkeerd overkomen? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Oké. Eens even zien. Goed zo, Clementine, je bent er bijna. Yes! Goed zo, Clementine. Goed gedaan. Goed zo, Clementine. Goed zo. Goed gedaan. Maar het ziet er ook best goed uit, eerlijk gezegd. Voor iemand die volgens mij nog geen eens 14 is, of misschien weet ik veel, rond de 14 is, dan je eigen arm zo bij elkaar naaien. Nou, dat is niet verkeerd. Dat ziet er niet verkeerd uit. Ja, goed genoeg. Ik zou het niet beter kunnen, moet ik eerlijk toegeven. Nou, dan wordt het maar tijd om er iets overheen te pleuren. En tijd om weg te rennen, denk ik dan maar, hè. Oh. Oké. Dat is een beetje vreemd. Oh, oh. Oh, nee. Wat onverwacht. Een zombie die daar doorheen komt. Dat zagen we niet aankomen. Oké, de hamer perkt niet. Oké. Daar is een spinnenweb. Ja, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. De hark. Hé, hey, stop daar eens mee, appeltaart. Stop. Oké, we kunnen die gelukkig deze keer... Nee, we kunnen hem niet pakken. Oh, zombie, 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 zombie. Hey, doe normaal. Even rustig, zombie, zombie. Alles wat ik wil doen is gewoon even mijn arm verzorgen. Zo, als ik dat even rustig doet. Oké, hebben we een stukje steen gevonden. Perfect. Oké, nu pakken we dit op en... Dat werkt niet echt, Clementine. Maak het dood, Clementine. Je kan het, Clementine. Nice. Oké, stukje darm dat er ligt.
Dat is op zich wel handig. Kunnen we eten als we honger hebben? En 3, 2, 1. Finish him! Headshot. Oké, daar gaan we dan. Still not bitten. Het klinkt alsof we dadelijk gebeten gaan worden, maar goed. Oké. Still not bitten. Still not bitten. Zo. Nog steeds niet. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? Oh, did she? Oh no, she didn't. Dat heb ik gedaan. I'm sorry. I did. I took stuff. And I'm sorry. I really am. And you think you can trust her? God damn it, don't even start. Ja, hou je bek. Als iemand niet te vertrouwen is, ben jij het. En dan bedoel ik die vrouw hier met het haar hier. Die daar in de achtergrond. Waarom gingen ze dan opeens daar kijken? Dat is wel mijn vraag. Hoe weten ze dat opeens? Wat toevallig. Oké. Dat is ongemakkelijk. Dat is, dames en heren. Dat is een ongemakkelijke stilte. Een hele ongemakkelijke stilte. Might hurt a little. Nou, ook maar een heel klein beetje. Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Ah, dat is mooi. Dat is mooi, ze geloven me. Behalve die ene chop hier dan, maar goed, dat boeit ook helemaal geen kloot, moet ik eerlijk toegeven. Dus dat scheelt weer. En we hebben een beste vriend die Sarah heet nu dus. Hey. Ik had pijn en jullie hielpen me niet. Maybe you still are. No, I'm not. We put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones. And then you escaped and persuaded my daughter to steal from us. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. It is. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. Okay. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. Dat kan best goed kloppen. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Maar ze is mijn beste vriend. Sorry, ik wist het niet. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Volgens mij ga ik niet echt goed overweg kunnen gaan met Carlos. Lijkt mij eerlijk gezegd. Niet echt enorm goed. We zullen zien. Hey, brought you some food if you're hungry. Ah, dankjewel. Wat aardig. Nom 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 nom. That's gonna leave one hell of a scar. Klein beetje maar, hè. Dat is beter dan het verliezen. You can say that again. Scars, they're way cooler than stumps. Dat klopt, heb je me gelijk in. Veel cooler. Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's all. En dat is van seizoen 1, dames en heren. Dat is van seizoen 1. Lee van seizoen 1 heeft zijn arm eraf gehakt, maar dat heeft helaas niet geholpen. Daarom had hij nog steeds een zombie en daarom heb ik hem door moeten schieten. Spoiler! Moest ik eigenlijk ervoor zeggen, maar goed. Hey, I just want to say I'm sorry for... Ja, jij was inderdaad een gigantische penis. Jongeman. That was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Oh, Nick toch. We all have our moments. It's okay, ik snap het. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience once. Wat is er gebeurd? What happened? Nu ben ik wel benieuwd, om eerlijk te zijn. Nu ben ik wel benieuwd. We took care of someone who got bit. It was my fault. I
It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. And there was nothing we could do about it. Dun dun dun, dat is niet goed. Hopefully you understand. Er is geen enkel probleem, Nick. Oude pik, hey! Oké. Okay. Ik snap het, geen enkel probleem. Ja. No problemo, Nico. Nicomando. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Geen flauw idee. I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. You let yourself heal up. Take some time to sort things out. Wat aardig dat hij dat beslist. Everyone else will be okay with it. They'll just have to deal with it. Okay, deal with it. Een zonnebrilletje opdoen natuurlijk. So, what happened to your parents? Ooh, oh no, you didn't. Oh no, you didn't. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. Waarom vraag je het dan? You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long. Andere mensen hielpen mij. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Nou ja, niet iets doms doen, dat heb je wel af en toe gedaan, moet ik je uitgeven. Ik heb ze geprobeerd te vinden. En we hebben ze ook gevonden, helaas. Maar. Ja, wat daar is gebeurd, weten jullie. Helaas. Als zombies. De zaak is dood. Ze stonden en ze liepen wel, dus een beetje ondood eigenlijk. Toen heb ik Lee ontmoet. Man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. Helaas niet. Helaas niet. His name was Lee. He taught me how to survive. The legacy of Lee. What happened to him? I killed him, okay. Hetzelfde wat er met iedereen is gebeurd. Heel, heel vaak zelfs. Ja, hij was. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. I'll get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner. Is het geen goed idee om eventjes de onderkant weer dicht te maken, zodat niet iedereen gewoon zomaar hier naar binnen kan? Of is dat maar iets wat ik me afvraag, wat heel raar is of zo? Dat kan natuurlijk, want het lijkt mij een beetje onveilig als een klein meisje van, weet ik veel, 10, 12, 14, weet ik veel, gewoon naar binnen kan gaan. Kan iedereen naar binnen gaan, kan zelfs een zombie naar binnen gaan. Ah, die hoor weer, hè. Pff, die mag echt niet. Ze mag voor mij volgens mij ook helemaal niet. I wouldn't get comfortable if I were you. Okay, ja, ja, ja. Luke invited me to stay. Luke zei dat ik mocht blijven. But that's not how things work around here. We make decisions as a group, and you're wearing out your welcome. Oh, okay. Jij misschien ook. Now go. Hoor. Ik had moeten vragen, van wie is die baby? Dat had ik moeten vragen, dames en heren. Dat had ik moeten vragen. Ja, dat had ik moeten vragen. Heb ik helaas niet gedaan, maar dat had ik wel moeten doen. Dus. Ik hoop dat jullie deze video wel leuk hebben gevonden. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ik hoop jullie natuurlijk terug te zien in de volgende aflevering van The Walking Dead. Ik heb zelf al een idee. Ik ben dit eigenlijk allemaal in één zitting aan het spelen. Maar ik heb een idee. Dat ik pas over een paar maanden kan doen. Maar ik wil alvast van jullie weten wat jullie daarvan denken. Als ik nou een soort van streamweek ga doen, zeg maar. Ooit een keer, in ieder geval, ik weet niet precies wanneer dat gaat zijn. Waar ik seizoen 1 van The Walking Dead helemaal ga spelen. En gewoon één episode per dag of zo zou streamen.
of iets in die trend. En dan upload ik die streams vast en zeker ook wel naar YouTube. En dat ik dan de DLC ga streamen. En daarna ook nog seizoen 2 geheel ga streamen. Dus dat ik gewoon alles achter een rijtje, zeg maar, stream. Dat ik ook ga uploaden naar YouTube als een livestream gewoon. En dan zouden jullie dat leuk vinden om te doen. Dan is het dan eigenlijk de derde keer dat ik toch geen tijd op YouTube zet op mijn eigen kanaal. Dat is misschien een beetje erg veel, maar ik vind het gewoon zo geweldige spellen. En het is eigenlijk elke keer anders. En misschien dat ik deel 1 dan, of seizoen 1 in ieder geval, niet nog een keer upload. Aangezien dat ik dat al 2 keer op YouTube heb staan. En dat ik dat gewoon alleen stream. Zouden jullie dat leuk vinden? Laat het even achter in de comments. Ik hoop jullie terug te zien in de volgende aflevering. Laters.